Goedemiddag, hier vanuit studio. We gaan over zo naar het bedrijf Corbion, die gevestigd zit in Dordrecht. Met als spreker en country manager Henk Aerts. Corbion is eigenlijk komt van het bedrijf van vroeger van CSM. En Henk gaat jullie wat vertellen over van Greenfield, eigenlijk van scratch naar S/4HANA. In de presentatie is een film die jullie later ook kunnen downloaden. Dus of dat nu gaat lukken is een tweede, maar die zit eigenlijk gekoppeld aan deze presentatie. Henk gaat vertellen hoe het eigenlijk wordt van de planning en de rollen in de organisatie om dus S/4HANA te installeren. Hij laat ook zien een output en hoe het dus eigenlijk uiteindelijk is geworden. Dus het is heel spannend, heel mooi. En daarnaast krijgen jullie ook allemaal lessons learned. En dus dit wordt een. Ik denk dat jullie niet meer moeten overschakelen naar Amerika, want dit is spannender dan de presidentsverkiezingen. Ik geef het woord aan Henk Aerts. Nou, Lennart, bedankt. Leonard, bedankt voor de introductie. Nou, ik ben country manager voor TTS. Wij hebben zeg maar de change management aanpak ondersteund. Jaap Krijger is ook aanwezig. Jaap Krijger is de Global HR Manager van Corbion. Ik weet niet of Jaap al op unmute is gezet. Ik weet het niet, Henk. Kan je me horen? Ja, Jaap. Ja. Fijn, dankjewel ja. Dat je er bent. Ja. Als ik scherm kan delen, Leonard, dan gaan we even van start. Ja, en de vragen die nemen we op en die proberen we ook of in de loop van de presentatie te beantwoorden of na afloop. En daarnaast is het ook na de presentatie mogelijkheid voor dat we bij de vragen terugkomen bij de deelnemers. Oh, oké, wacht, sorry. Ik moet hem even bij het begin zetten. Oké, ik deel nu mijn scherm. Jaap, ik wil het woord aan jou geven, omdat jij de introductie doet met betrekking tot Corbion en het project. Nou, prima. Ja. We hebben nog eerst even een disclaimer volgens mij, die nodig is als we toch informatie delen die een beetje vertrouwelijk is. Daar zijn we altijd heel zorgvuldig in. Ja, zeker. Ja, we gaan dus inderdaad. Jaap gaat zo meteen over Corbion meer vertellen. Met name het project. Ik denk dat het erg interessant is hoe heeft Corbion het project benaderd, aangepakt. De uitgangspunten en dergelijke. Ik zal iets meer ingaan op de user adoptie. En hoe het hele traject met change management en de instructie van de medewerkers is gegaan en dan gaat Jaap weer verder met de lessons learned. Dus, ja. Jaap, we hadden hier een filmpje, alleen dat ging even mis, dus we gaan meteen naar de volgende slide. Het filmpje zal wel, als jullie de presentatie krijgen, zal die zichtbaar zijn. Prima, nou, het is wel de moeite waard om te kijken. Even nog ter introductie, mijn naam is Jaap Krijgsman. Henk heeft vorige week veel contact gehad met onze IT-man, die heet Martijn Krijger. Vandaar de verwarring, denk ik even. Maakt verder niet uit. Het werd in de introductie al even gezegd. Corbion, de naamse bekendheid van Corbion, is nog niet heel erg groot. Daar doen we wel alles aan om die groter te maken. En als wij onszelf introduceren, dan introduceren we ons eigenlijk altijd uit de moeder waar we ooit vandaan kwamen. En dat is inderdaad CSM. En die heeft nog steeds een veel grotere bekendheid. CSM had een breed portfolio aan allerlei bedrijven. Is in 2012, ongeveer 2013, is verkocht aan een private equity investeerder. En ja, even plat gezegd bleven er destijds twee bedrijfsonderdelen over. Purak, een producent van melkzuur. En Caravan Ingredients, producent van voedingsingrediënten. Die twee bedrijven zijn bij elkaar gevoegd in 2013. En dat vormt het huidige bedrijf Corbion. Dus we zijn in die zin een beetje een merkwaardig bedrijf.
7 jaar bestaansgeschiedenis, maar we hebben wel mensen in dienst die al 40 jaar bij het bedrijf werken. Nou, de volgende slide, Henk. Sorry. Ja. Ja. Hoe zijn we vandaag de dag georganiseerd? We hebben 3 business units, verschillende business units. Aan de linkerkant SFS, Sustainable Food Solutions. Dat is eigenlijk de hele tak die zich richt op bakkerijingrediënten en het maken van producten om voedingsmiddelen zoals brood en vlees langer goed te houden op een natuurlijke wijze. Ons core-product is melkzuur en van dat melkzuur maken wij die voedingsingrediënten. In de middelste tak LAS, Lactic Acids and Specialties. Dat is de tak waar we het melkzuur voor een andere doelstelling gebruiken. In de medische wetenschap, bij de productie van semiconductors zaken. En recentelijk hebben we groot ingezet om van melkzuur polymeren te maken. En dan als je grondstof suiker is, dan heb je een polymeer waar je een kunststof, een plastic van kan maken. Maar die is dan wel biologisch afbreekbaar. In deze BU zit ook de joint venture met de Franse Total, waar wij in Thailand een bioplastic fabriek mee runnen. En recentelijk hebben we aangekondigd dat we een nog grotere bioplastic fabriek in Frankrijk gaan bouwen. En aan de rechterkant, Incubator, dat is een jongere tak binnen Corbion. Dat is de business unit die zich bezighoudt met de productie en verkoop van algen en omega-3 vetzuren. Nou, we zitten over de hele wereld. We zijn een bedrijf met, hier staan nog 2000. We zitten inmiddels op 2300 employees wereldwijd. 1 miljard omzet. Fabrieken, groot vertegenwoordigd in Thailand, Brazilië. US met 10 sites en in Europa. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam en we zijn genoteerd aan de AMX. Over naar de volgende, Henk. Ja, het Cube-project. Ja. Ja, zoals goed gebruik, en dat zal in andere organisaties wellicht ook zo zijn, geven wij een project een naam en dat is vaak een afkorting. Nou, hier hebben we even over na moeten denken. Cube staat voor Corbion United by ERP. Sommige grappenmakers maken ervan Cube United by Excel, maar dat proberen we de kop in te drukken. Bij de vorming van Corbion in de huidige vorm, zeg maar, is er gekeken naar bedrijfsprocessen. We moesten ons losweken van CSM, we moesten op eigen benen gaan staan, we hadden minder ondersteuning van de grote moeder. En uiteindelijk is hier ook de keuze gemaakt om over te gaan naar een nieuw ERP-platform. Dat doen we omdat de doelstelling van Corbion groei is en wij denken dat een nieuw ERP-platform een zekere aanvulling kan geven bij het bewerkstelligen van die groei. Nou, het midden nog een aantal redenen waarom we het ook doen. Transparant, productiviteit en meer verbondenheid. En onderaan, en dat, ja, dat is eigenlijk een negatieve reden waarom we overgaan naar een nieuw ERP-platform, is omdat het huidige platform gewoon uitermate verouderd is en we echt toe moeten aan een nieuw platform. Ja, Henk, volgende. In eind 2017 begonnen met het Cube-project. We hebben een projectgroep opgetuigd met interne projectleiders, workstream leads zoals wij ze noemen. In een vijftal workstreams, demand to supply, alles wat te maken heeft met het productieproces, maintain to settle, maintenance, order to cash, customer service, source to pay, inkoop en finance to manage, dat spreekt voor zichzelf. Zoals gezegd, eind 2017 begonnen met het project. Daaraan toegevoegd is een system integrator, Capgemini. En samen is dat project nu ongeveer een 50 man groot. 2 workstreams die vanaf dag 1 betrokken zijn bij het Cube-programma staan hier niet op deze slide. Die wil ik toch even noemen. Dat is integratiemanagement. We hebben een aparte stream die moet zorgen dat alles aan elkaar geknoopt wordt.
En waar ik zelf leiding aan mag geven is Organizational Change Management, OCM. Wat vanaf dag 1 een integraal onderdeel uitmaakte van het Q-programma. Ja, Henk? Ja. Ja. Dit is eigenlijk de slide die we standaard in al onze presentaties laten zien. Sommige deelnemers binnen Corium kunnen hem dromen, maar we blijven toch altijd herhalen. Even de guiding principles, wat zijn nou de uitgangspunten van het Q-programma? Dat is standaardisatie. Daarmee wil ik niet zeggen dat het huidige systeem free format is, maar dat geeft wel meer vrijheid voor een invulling. Wij gaan over naar S4HANA van SAP. Fantastisch mooi programma, maar het vereist standaardisatie. Daar moeten we dus aan wennen. Best practice. Wij denken soms unieker te zijn dan de rest van de wereld. En soms zijn we dat ook, maar niet altijd. Dus laten we nou eerst eens kijken wat er is bij andere bedrijven is ingevoerd. Change management. Het invoeren van een nieuw ERP-platform met S4HANA, dat brengt met zich mee een nieuwe manier van werken. Waar nogal wat om te doen is. En het is een businessgedreven project, en niet een IT-software project. Ja. Ik weet niet of Henk of er nog een is. Ja, dit is denk ik de laatste. Ja. Het is een gefaseerde uitrol die wij doen. Dat is om het risico binnen de organisatie te minimaliseren. Die uitrol is per regio. We zijn nu een jaar live in Azië, Thailand en Singapore. We zijn momenteel heel hard aan het werk met de aanstaande go-live in Europa. Dat is Spanje, Nederland, een klein stukje Polen en een klein stukje Frankrijk. Staat gepland voor begin maart volgend jaar. Daarna rollen we uit in Brazilië, 4 locaties. En als laatste doen wij de US met 10 locaties, coast to coast. Dus dat is nogal een uitdaging. Dit is het even de high level product of proces als wij voordat we live gaan. En wat we hebben een global template uitgerold, of tenminste die hebben we gedesigned. We pakken die global template pakken we op en we werken aan de bovenste regel aan de localisaties. Nou, dat doen de techneuten in het team. De middelste of de tweede regel is de go-live voorbereiding. Daar mag ik dan leiding aan geven. En wat we doen is het volgende. We vormen een samenwerking tussen het Cube-team en het lokale team in het land waar we live gaan. Eigenlijk zeg ik altijd tegen de locatiedirecteur, maakt mij niet uit wie erin zit. Dat bepaal je zelf. Daarmee ook draagvlak te vergroten door te zeggen dat het de eigen go-live is van de locatie. We maken een plan van aanpak van wat moet er allemaal gebeuren voordat we live kunnen. Dat gaan we oefenen en uiteindelijk gaan we live. En een groot onderdeel daarvan is de training. Wat wij doen is, wij bieden een training aan, eerste instantie aan de zogenaamde key users, omdat die een rol krijgen in de verdere uitrol van het programma. En zo'n beetje 2-3 weken voor go live hebben we de end user training. Onderdeel van die verdere go live preparation is een change impact analyse, willingness to change en adaptive to change. We doen surveys, we kijken naar wat er gaat er op grote lijnen per afdeling veranderen met de komst van het nieuwe SAP-platform. Heel veel communicatie, ik heb geleerd dat je niet te weinig kan communiceren. Kortom, een heel traject van dit plaatje is ongeveer 6 maanden voor Go Live, waarin we in een locatie hiermee aan de slag gaan. Ja, ik kan nog uren doorkletsen, Henk, maar volgens mij was dit het even. Ja, oké, dan neem ik het vanaf hier over. Prima. De user adoptie. In feite, als we kijken naar de situatie met betrekking tot dit project, dan zaten we in de situatie dat Corbion in het verleden, zeg maar met name aan het punt change management en user adoptie, heel veel aandacht schonk. En omdat dit project echt zo kritisch was,
is het besloten om juist hier veel aandacht aan te besteden om het zeker een succes te maken. Want uiteindelijk is als de mensen het omarmen, dan wordt het een succes. Op het moment dat ze de hakken in het zand zetten, dan heb je een andere uitdaging. Dus user adoptie is gewoon heel erg belangrijk. De techniek kan nog zo goed werken, maar de mensen moeten het doen. Toch blijkt het in de praktijk, als je kijkt naar user adoptie, dan zie je dat er bij veel van dit soort typische of kritische migratietrajecten weinig aandacht is voor change management. Als je kijkt naar de percentages, dan zie je dat 32% zelfs zeer weinig of geen focus op change management hebben. En daarmee loop je toch een fors risico. Dat komt misschien wel, omdat je ziet ook dat heel veel organisaties worstelen met wat moeten we nou doen met change management? Zijn de key users voldoende als die een beetje floor walking op de werkplek leren, of moeten we meer doen? En zeker op het moment dat je te maken hebt met de verschuiving van naar meer standaard, dan weet je op voorhand al dat ook weerstanden met zich mee gaat brengen. Dus change management is wel degelijk belangrijk, ondanks dat het lastig is. Doe je het niet, dan kun je in ieder geval zeker risico's lopen op het moment dat je live gaat, dat je dan inderdaad een terugval hebt met alle gevolgen van dien met betrekking tot je orderverwerking, voorraden, et cetera. En nou, dat wil je niet. Ik weet niet of de deelnemers hierop willen reageren, hoe zij hier tegenaan kijken, de noodzaak van user adoptie. Is het zo gemakkelijk dat je het even doet, of is user adoptie voor bij S/4HANA wel degelijk een serieus aandachtspunt? Ik zie de reacties graag tegemoet. Jullie kunnen dat ingeven bij de vragen en opmerkingen. Oké, hoe is dit traject verlopen? Nou, de eerste plaats zijn we in eind 2018 is het alweer. Heeft Corbion het selectieproces gestart om een partner erin te zoeken. Er is een RFP uitgeschreven en daarin zijn een aantal partijen uitgenodigd om deel te nemen. Uiteindelijk is TTS daar als partner gekozen. Misschien kort iets over TTS. TTS is een internationale leerorganisatie. We zijn met zo'n 350 man vertegenwoordigd in Europa. Het is van oorsprong Duitse club. En we zitten in de meeste West-Europese landen en in Amerika. En ons hoofdfocus is inderdaad op veranderingsprocessen binnen IT. Wat heel erg belangrijk was voor Corbion op het moment dat ze dit kozen, was een partner die niet alleen in staat was dit dadelijk het kunstje te doen voor S/4HANA, maar eigenlijk voor het hele IT-landschap. Dit is het project natuurlijk wat het meest belangrijk is, zeker op de korte termijn, maar er staan meer dingen op de lat en ook die moeten op dezelfde manier, op een eenduidige manier, ondersteund kunnen worden, zodat het herkenbaar is voor de medewerkers. Nou, daar zijn we heel blij mee als TTS uiteraard. We hebben daar, wat kern was in dat hele selectieproces, was ook van ja, wat is de aanpak en wat is daarbij de tooling. Nou, als er een tooling aankomt, dan heeft TTS een platform dat heet TT Performance Suite. De naam zegt het al, het gaat om performance uiteindelijk. Dat platform dat maakt het mogelijk om een hele makkelijke manier instructiemateriaal te maken. En vervolgens in verschillende formats, daar gaan we dadelijk op in, te ontsluiten naar de medewerkers. Dus dat moest eerst opgezet worden. En daarna hebben we echt een hele intensieve training need analysis gedaan over de hoofdprocessen heen. Ik zal er dadelijk wat voorbeeldmateriaal van laten zien.
Omdat ja, we moeten echt begrijpen waar zitten de kritische vragen dadelijk, waar zitten de veranderingen die belangrijk zijn, waar de mensen zeg maar over geïnformeerd moeten worden, getraind moeten worden. Dus we hebben dat stevig aangepakt samen met de workstream leads om een totaalbeeld te krijgen van welke kennis is er nodig. Nou, vervolgens zijn we inderdaad dat gaan ontwikkelen. Ja, en zoals in elk project, IT-project bijna, kun je wel stellen, is er altijd een behoorlijk capaciteitsprobleem. Dan kun je de capaciteit vrijmaken om inderdaad dan die content te maken, dat instructiemateriaal. Corbion heeft ervoor gekozen om dat uit te besteden. En in feite in een co-creatie dan te maken, want zonder de specialisten, zonder de subject matter experts, zijn we nergens. Want zij hebben de kennis van de processen en van de mensen en van het systeem zelf. Wij hebben de kennis van uiteraard het leren en hoe je dat concreet maakt. Nou, we hebben verschillende vormen gekozen voor verschillende vormen van instructie. Dus er zijn e-learnings gemaakt, met name voor de introductie en uitleg van processen. We hebben simulatietrainingen en we hebben echt stap voor stap instructies gemaakt die contextgevoelig, dus exact bij het scherm passend waarin medewerkers actief zijn en bij de rol, dus echt applicatie en rol afhankelijk, beschikbaar worden gesteld in de praktijk. Dus de e-learnings zijn meestal, zijn vooral effectief vooraf en de korte simulatietraining en stap voor stap instructies vooral in de praktijk. Nou, de uitrol heeft Jaap al iets over verteld. Internationaal, dus in verschillende waves. We zijn nu in de afronding van de voorbereidingen voor wave 2. En vervolgens zullen we het overdragen ook aan Corbion, omdat we vinden dat zeg maar het eigenaarschap heel erg belangrijk is van zo'n oplossing. Dat moet bij de klant liggen en niet bij een leverancier. Omdat je dan de beste borging krijgt, ook straks, want het systeem is niet een eenmalige oplossing bij een go-live, maar moet in feite een duurzame oplossing zijn ter ondersteuning van medewerkers. Ik weet niet of er ondertussen vragen binnen zijn gekomen of opmerkingen, Linda? Ja, er zijn wat vragen binnengekomen. Die kunnen we straks wel eventjes aantikken. Ja. Of dat je nu wil van bijvoorbeeld wat doet Corbion om voldoende key users te krijgen en te behouden. Een deel was net ook al bij Jaap beantwoord, maar zeg maar of je hem wil nu pakken. Nou, die kunnen we best denken we op het einde pakken, want dan gaan we echt ook lessons learned en die daar wel bij past. Ja, okay. Prima, dan gaan we verder. Ja, dus we hebben als TTS een gestructureerde manier om te komen uiteindelijk tot een leeroplossing en een ondersteuningsoplossing. En, ik vertelde al, beginnend bij de analyse, we hebben een stuk conception betekend. Dus dat we echt gaan kijken van hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het invullen? Welke vormen, formats gaan we gebruiken? Dat wordt vervolgens ontwikkeld. En dan gaan we echt het maken van de simulaties. Misschien is het wel leuk om te vertellen. In principe bij heel veel van onze klanten worden de simulaties en guides door de subject matter experts zelf gemaakt. Omdat het maken van de content in principe het uitvoeren, eenmaal uitvoeren van de best practice is. En je hebt automatisch je materiaal gemaakt. Maar het vergt uiteraard vaardigheid en het kost altijd extra tijd. Maar in principe is het productieproces zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Nou, vervolgens heb je het beschikbaar stellen van het materiaal. Nou, dat kan enerzijds in een learning management systeem als de klant dat heeft. Bij Corbion zal dat straks in SuccessFactors beschikbaar zijn. En anderzijds dus contextgevoelig in de applicatie. Dus in de S/4HANA Fiori schermen. Is het contextgevoelig beschikbaar. Daar zullen we dadelijk in de praktijk iets van zien. En dus we hebben daarmee ook
door die contextgevoelige ondersteuning echt op de werkplek, geïntegreerd in het werkproces, ondersteuning beschikbaar. Nou, hier heb ik een afbeelding van wat sheets die wij gebruiken in de training need analysis. En je ziet dat we echt per proces, zeg maar, een onderverdeling hebben gemaakt naar de taken. We hebben gekeken welk type materiaal is daarvoor nodig. We hebben daar eventuele prioriteiten aan gekoppeld. En vervolgens ook gekoppeld aan de verschillende rollen binnen de organisatie. En dan waardoor het straks echt contextgevoelig ook beschikbaar is. Passend bij je rol, want je kunt je voorstellen dat één en hetzelfde scherm misschien wel twee medewerkers met een andere rol ook een andere invulling geven. Nou, dus voor de echte, de basisprincipes, basisconcepten en processen, daar hebben we dus die high-end e-learning voor gemaakt. Voor het echte de processen, de concrete processen doorlopen, hebben we met name simulaties gemaakt, waar niet zoveel toeters en bellen verder zijn aangehangen, die makkelijk ook te maken zijn en te onderhouden. En voor de het echte bediening, de kliks, zeg maar, in de specifieke schermen, processen, hebben we, zeg maar, de guides, stap voor stap instructies. Nou, hoe ziet het eruit? We hebben dat helemaal gemaakt, mooi in de interface van naar de huisstijl van Corbion, zodat het allemaal erg goed overkomt. Dat is ook zo ontvangen. Daar zal Jaap op het einde wel iets meer over vertellen, over hoe het materiaal ontvangen is. We hebben ook een afbeelding dus van de processen. En hier zie je dan ook een voorbeeldje waar de verschillende rollen ook aan de verschillende processtappen zijn gekoppeld. En onder elke processtap bevindt zich, zeg maar, de concrete instructie. Nou, en in de applicatie zelf zien wij dus met onze oplossing. Een van de onderdelen van de oplossing is onze Quick Access. En die ziet exact op welk scherm je zit. En vervolgens geeft die instructie beschikbaar. Dat zal ik zo meteen concreet laten zien. Oké, ja, daar zijn we. Dus ik ga eventjes uit de presentatie. En ik zal met name even die ondersteuning in de praktijk. Want iedereen heeft wel een beeld van een e-learning, hoe die eruit ziet. Ik zal er dadelijk wel in openen. Maar het gaat met name ook om die ondersteuning in de praktijk. Ik had hiervoor een filmpje opgenomen. Dat zit straks in de presentatie, dus je kunt het nog rustig nakijken. Ik kan het alleen nu niet afspelen. Daarom geef ik even een live presentatie. Ik heb geen SAP verhalen, maar ik heb wel SuccessFactors, omdat ik zelf SuccessFactors gebruiker ben. Dus kan ik dat wel eventjes gebruiken. Je ziet op mijn scherm, en ik zit nu in PowerPoint. En je ziet hier rechtsonder, zie je een sinaasappeltje. Nou, het sinaasappeltje is het symbool van de Quick Access. De appel was al bezet. Dus, en als ik op die sinaasappel klik en ik heb. Dan ziet hij dat ik in PowerPoint zit. En zou ik nu inderdaad naar Teams overspringen, dan ziet hij ook meteen dat ik in Teams zit. En ga ik nu naar. En ik zit nu in SuccessFactors. Ik zal hem even weghalen. Ik zal opnieuw aanmelden. Ik zit op het hoofdscherm van SuccessFactors. En ik activeer de Quick Access. Dan zal de Quick Access exact zien dat ik op het hoofdscherm zit. Je ziet hier SuccessFactors zonder iets erachter. En ik heb heel veel informatie. Maar stel bijvoorbeeld, ik moet nu een nieuwe job gaan posten. Nieuwe vacature. Dan moet ik in recruitment zitten. En ik ga nu naar recruitment. Dan. Kom ik in die module. En dan zal hij ook zien van, hey, je zit nu in het proces van job requisitions.
En u laat aan de zijkant dus zien wat voor ondersteuning er hier beschikbaar is. Dus how to create a job, a new job acquisition. Dat is een stap-voor-stap instructie. Ik heb eventueel schermen opgebouwd in verschillende onderdelen. Ik heb ook een sectie met meer gedetailleerde informatie. Maar ik ben in de praktijk. Dus misschien heb ik aan die stap-voor-stap instructie meer dan voldoende. Dan wil ik snel verder met mijn werk. Maar het is wel beschikbaar als je iets meer detail zou willen weten. Of ik heb toegang tot een korte, kleine simulatie, een e-learning, die ik net ook benoemde. Of ik heb toegang tot het, misschien tot het proces direct. Of kan ook in contact komen met een, bijvoorbeeld een functioneel beheerder of een expert. Dus verschillende categorieën, die kunnen zelf worden aangemaakt. En zo kan ik heel specifiek ondersteuning bieden op het moment dat ik aan het werk ben. Nou, ik zal ook laten zien, hoe ziet dat dan uit? Nou, bijvoorbeeld als ik klik op die stap-voor-stap instructie, dan zie je aan de rechterkant eigenlijk precies de stappen die ik moet doen. Nou, die homeknop, die had ik al gedaan. Ik zit al in recruitment en ik zit bij stap 3, dus ik hoef niet alle stappen te doorlopen. Sommige van dit soort tools, dan moet je altijd dat hele proces doorlopen. Bij ons is dat niet het geval. Je kunt dus zelf door het proces, door de stappen heen en kijken bij welke stap je hulp nodig hebt. En laat ik mooi zien, nu moet ik zeg maar create new doen. Waar zit dat? Ik kan het niet vinden. Er staat zoveel informatie op het scherm. Ik hoover over het filmpje en hij laat exact zien waar ik die stap moet doen. Voordeel is, er is geen connectie tussen die quick access en de daadwerkelijke applicatie. Dus zou er iets veranderd zijn, dan loop ik niet vast. Dan blijft die quick access gewoon zijn werk doen. En het onderhouden ervan is ook heel erg makkelijk. Ik kan gewoon één stap ergens veranderen. Ik hoef niet het complete werk opnieuw te doen. Mooi is ook dat dit automatisch wordt gegenereerd bij het creëren. Als ik één keer dit proces uitvoer in onze auteuromgeving, dan creëert hij die stap-voor-stap instructie, maar ook documentatie en ook meteen mijn e-learning, mijn simulatietraining. Dus daarmee is het maken van materiaal makkelijk, maar ook het onderhouden, want verander ik het op één plek, dan is al mijn materiaal ineens gewijzigd. Ja? Nou, dit is de stap-voor-stap instructie. En zo hebben we ook gedetailleerde informatie. Ik heb hier ook direct toegang eventueel tot een manual. Dan hoef ik niet te gaan zoeken, die is er gewoon en die is al gekoppeld aan dit scherm. Maar ik heb hem heel eventjes geopend. Ik kan in principe alle instructies die ik ook al heb, contextgevoelig aanbieden. Dus het gaat niet altijd om nieuw materiaal te maken. Op het moment dat er al materiaal is, kan ik dat ook koppelen aan context. Ik heb hier diezelfde instructie ook beschikbaar als een korte e-learning. Stel bijvoorbeeld, het is de eerste keer dat ik dat doe en ik ben toch wel onzeker, ik wil nog niet in het echte scherm iets gaan doen, dan kan ik dat eventueel hier doen en dan kan ik zeg maar hier daadwerkelijk klikken. Als ik fout klik, zal ik op een gegeven moment zeggen, nee, je moet hier klikken. En zo kan ik exact door dat proces heen gaan. Ja? Ik ga het nu niet helemaal doen, maar even als idee. En je kunt dat zo mooi maken als je zelf wilt. Nou, zou ik ondersteuning willen van een expert, dan hoef ik hier maar op dit linkje te klikken. En hij maakt in dit geval een mail aan, maar je zou ook een Teams call aan kunnen maken of Skype of welk andere communicatietool je ter beschikking hebt. Dus op die manier proberen we mensen volledig te ondersteunen in de context van het werk. En nou, als je kijkt naar wat we bij Corbion hebben gedaan, dan is het ook het meeste werk, of de meeste items zijn guides. Dus makkelijk te maken, makkelijk te onderhouden. De e-learnings zijn echt voor de kritische zaken gedaan, waar we zeker moesten weten van, hey, dat moeten mensen van tevoren hebben doorlopen, voordat ze echt in die live applicatie gaan. Oké. Okay. Ik ga terug naar de presentatie. Wacht. Ja, je ziet hier trouwens nog een reminder.
Als er wijzigingen zijn in de applicatie, we hebben dat nog niet bij Corbion geïnstalleerd, omdat ze nog niet op Windows 10 zitten. En dan kunnen we dat ook live brengen. Dus als er een kleine wijziging is in de applicatie, en dat is niet vreemd met een cloud omgeving, dan kunnen mensen een alert krijgen en kunnen ze meteen instructie krijgen over, ja, over de wijziging die bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden. Goed, dan gaan we nu even tijd maken voor de lessons learned. Ik denk dat dat erg belangrijk is. Ja, dus even aan jou. Ja. Ja, deze twee foto's die wilde ik jullie toch niet onthouden. Inderdaad, Henk heeft net de quick access tool laten zien. En dit zijn foto's gemaakt in Thailand. En hoe wij de training aanpakken is als volgt. We geven eerst een training aan de zogenaamde key users. En die mogen alvast met het trainingsmateriaal aan de slag. Vervolgens drie weken, ongeveer twee, drie weken voor Go Live, een end-user training. Dat is ongeveer een week. Althans, je moet een week reserveren. En dan is het afhankelijk van je rol hoeveel training je gaat krijgen. Dat is bij ons wel een voorwaarde om toegang tot SAP te krijgen. Als je gaat autorijden, moet je ook eerst je rijbewijs halen. Hier vinden we echt, je moet eerst even de basisprincipes leren. Dat wil niet zeggen dat mensen in die week per se alles moeten leren. Dat zou ook onmogelijk zijn. En dat was nou precies de reden waarom wij voor TTS kozen. We wilden op een moderne manier trainingsmateriaal aanbieden. Met e-learning, zodat mensen ook hun eigen tijd nog eens naar kunnen kijken. Dat we op andere tijden refresher trainingen kunnen aanbieden. Nou, dat was op zichzelf bij Corbion al nieuw. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar training was toch, ja, ik zou bijna willen zeggen, een ondergeschoven kindje daar waar het te maken had met een IT-proces. Er stond op zijn best ergens een instructie op SharePoint, maar dan moest je wel heel verdraaid goed zoeken. Dat wilden we echt anders, om die eindusers in staat te brengen snel met het materiaal aan de slag te gaan. Ik zit nu 3 jaar in dit project. Ik ervaar niet zozeer weerstand ten opzichte van verandering. Ik ervaar wel bezorgdheid over verandering. En mensen willen gewoon hun werk goed blijven doen. En moeten een heel bekend systeem waar ze al nou, een aantal jaren mee werken opgeven voor iets heel nieuws. En zijn er bezorgd over. En denken, gaat dit allemaal wel goed? Kan ik wel mijn werk blijven doen? Nou, die bezorgdheid wegnemen hebben we voor een deel gevonden in het trainingsmateriaal. Dat op zichzelf werd verwelkomd, maar bij de end-user training, de quick access, ja, daar begon echt het wow effect. Het is fantastisch om dan mensen te zien voor het eerst in een SAP scherm en lopen vast. Natuurlijk lopen ze vast, want het is nieuw, dat geeft ook helemaal niet. En dan, ja, dan ga je op dat help buttentje drukken en dan verschijnt er niet een 400 pagina tellend manual die je door moet wandelen. Nee, in dat scherm waar jij zit, geeft hij, net zoals Henk daarnet demonstreerde, aan van, nou, je zoekt nu hulp, je zit in dit scherm, jouw autorisaties zijn dit, dan zou dit wel eens kunnen zijn waar je naar op zoek bent. En ja, dat heeft ontzettend goed gewerkt, goed geholpen. En zelfs zo erg dat de quick access, de sinaasappel, een eigen leven ging leiden als mascotte. Dus die zagen we bij de Go Live terug op banners en op t-shirtjes die we uitgedeeld hebben. En nog steeds is Nong Som, wat volgens mij Thais is voor sinaasappel, een bekende kreet binnen onze organisatie. Nou, dan de lessons learned, Henk. Ik denk wat vooral prettig was, moet ik zeggen, in de samenwerking met TTS, is dat het echt een co-makership is. Ook, we hebben heus wel eens momenten gehad dat we het misschien even wat minder met elkaar eens waren of waar we andere prioriteiten stelden. Maar het zijn korte lijnen, heldere communicatie, dat werkt plezierig. Lesson learned, wie ik mee zou willen geven voor diegenen die hier nog aan moeten beginnen. Ja, Henk vertelde over die training need analysis. Pas op, overeet jezelf niet, zou ik willen zeggen. Ja. Wij waren in het begin
Als Corbion waren we zo enthousiast hierover en we waren veel te ambitieus. En we wilden alles in die training stoppen. Met als eindresultaat dat je een veel te grote scope krijgt. Dat de workstream leads wel van alles willen, maar er niet zijn. Want die moeten ook nog andere dingen doen. Dat hebben we terug moeten managen. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Maar als ik het over zou moeten doen, zou ik liever klein beginnen en dat dan groter laten groeien. In plaats van wat wij deden. Iets te groot beginnen en dan moet je gaan schaven. En dat is altijd minder leuk. Het tweede is, wat ik constateerde, is dat andere partijen in ons bedrijf, afdeling legal, mijn eigen afdeling HR, afdeling customer service, die kregen lucht van dit fantastische systeem. En die willen gaan meeliften. Die willen ook van alles. En dat is goed. Dat willen we ook. Echter, ik heb een deadline voor mijn end-users in het SAP-project. Dus ik heb daar niet de populariteitsprijs mee gewonnen. Maar ik heb elke keer tegen afdelingen moeten zeggen. Je mag meedoen, maar niet nu. Ik heb een strakke deadline. Ik moet zorgen dat end-users getraind zijn. En pas als dat draait, dan gaan we andere disciplines mee laten liften. Nou, dat zal niet helemaal tot de US go-live lukken, denk ik. Ik denk ergens halverwege zal ik toch de deur wel een beetje op een kier moeten gaan zetten. Maar goed, het geeft alleen maar aan hoe enthousiast mensen ook binnen Corbion op andere afdelingen waren over het systeem. Nou, zoals gezegd, de co-makership met TTS, de flexibiliteit van de TTS consultants, ja, die was ongekend. Ik geloof dat ik zelf wel eens heb gezegd, jullie mogen best wel eens wat strenger voor ons zijn. Ja, een beetje een Nederlandse opmerking, maar ik ga hem toch maken. De investering, daar kan ik niet omheen. De investering is fors in het trainingsmateriaal. Echter, het heeft echt gezorgd voor een snellere end-user adoption in wave 1. We zien nu al, want we zijn nu al training aan het doen met de key users in Europa. Dat echt zijn vruchten afwerpt en dat het de investering meer dan waard is. Zoals gezegd, wij wilden echt modern trainingsmateriaal aan kunnen bieden. We beginnen met een week en in Europa hebben we, uit mijn hoofd gezegd, 500 end-users te trainen. Dus dat zal een periode zijn van 3 weken, waarin wij beginnen met een classroom training. En daarna gaan mensen zelf ermee aan de slag, ook na de go-live. En het leuke ook van het trainingsmateriaal is, je kunt monitoren hoe mensen het trainingsmateriaal gebruiken. En wat we gezien hebben bijvoorbeeld in Azië, zie je dat een bepaalde afdeling, een bepaalde transactie, heel veel kijkt naar die transactie voor trainingsmateriaal. En waardoor wij weer in staat waren te zeggen, oh wacht even, hier moeten we een refresher training op loslaten. De groep, de afdeling, of dat nou de finance afdeling was of een logistieke afdeling, die groep weer even bij elkaar brengen. En zeggen, we gaan even nu klassikaal even dit weer even met jullie doornemen. Werkt uitstekend. Wat zijn voor ons nog de next steps waar ik nu mee bezig ben? Nou, Henk zei het al, ook dat vind ik het mooie van TTS. Op een gegeven moment dragen zij het over en moeten wij op eigen benen gaan staan. Ook in het maken van het materiaal. Nou, daar ben ik op dit moment nog aan het kijken van hoe borg ik dat en waar ga ik dat positioneren. Moet dat binnen de IT-afdeling, binnen de HR-afdeling? Gaan we een aparte trainingsafdeling opzetten? Nou, daar vinden op dit moment gesprekken over. Hoe regelen we de governance? Iedereen wil voorin in de bus zitten, maar dat kan niet, want dan missen we de centrale aanpak. We zijn inderdaad begonnen met de uitrol of het implementeren van een LMS-systeem in onze succesfactor. Daar wil ik de aansluiting bij maken. En zoals gezegd, ja, de verdere connectie met de andere afdelingen binnen Corbion. En ene Henk is al begonnen, hè? Daar hielden we het niet droog om de deur dicht te houden, zal ik maar zeggen. Maar ik weet zeker dat de afdeling legal en ik denk ook HR staan te trappelen om hier mee aan de slag te gaan. Om op een mooie, moderne manier trainingsmateriaal te presenteren binnen Corbion. Ja, maar misschien aanvullend, Jaap, ik kreeg er ook een vraag over met betrekking tot de toepasbaarheid van meerdere applicaties. En inderdaad, je ziet ook in dit soort projecten dat het niet puur en alleen het SAP-systeem is, maar er zijn allerlei interfaces met andere systemen. En bij jullie was met name ook de interface met Microsoft CRM
van belang in het orderproces. En dus dat is ja, op een gegeven moment ook opgepakt, omdat zeg maar de toepassing werkt op alle applicaties, alle Windows en alle webapplicaties. Dus het kan vrij eenvoudig, maar het is inderdaad ook riskant. Je moet echt daar, je moet dat heel goed managen. Ja. Ja. Leonard, we zitten aan de tijd. Ik heb nog wel wat vragen, maar ik weet niet, jij hebt er waarschijnlijk ook nog. Ja. Maar ik weet niet of er nog tijd voor genomen mag worden of niet. Natuurlijk. Ja, ik heb hier ook een paar vragen die overlappend zijn. En daar komt het eigenlijk op neer dat de vraag wordt van hoe zit het met de talen en dus multilingual. Ja, dus kan ik wel iets over vertellen. En dat je dus ook te maken hebt met verschillende culturen. Dus ja. Omdat jullie flink internationaal, Azië, Europa en Amerika. Ja, er zijn een paar vragen die daarin zitten. Ik zal proberen te beantwoorden. Nou goed, het multilanguage hebben we bewust niet, heeft Corbion bewust voor gekozen om dat niet toe te passen. Dus alles is in het Engels. Er waren onderweg wel een paar pogingen om toch iets in het Thais op te nemen, maar dat is ook meteen teruggedraaid. Nee, we doen alles in één taal. Het is wel mogelijk. De oplossing ondersteunt 39 talen. Dus, en ook het hele vertaalproces wordt op een hele efficiënte manier ondersteund binnen dat platform. Waardoor het eigenlijk met een minimale inspanning mogelijk is. Maar het is echt een keuze, want het betekent natuurlijk ook nogal wat voor onderhoud en dergelijke. Het andere aspect wat ik hoor in de vraag is met name in de met betrekking tot cultuur. En dan kom je meer op, dan heb je te maken met lokalisering. Er is, met inderdaad aanpak. Ook daar zien we dat bijvoorbeeld bij in Azië meer klassikaal is gedaan en we zien nu al dat in Europa en zeker in Amerika straks veel meer de e-learning leidend zal zijn en minder klassikaal. Dat heeft ook te maken met inderdaad de cultuur. En er zijn natuurlijk localizations van toepassing per regio en dat, dat vertaalt zich in het materiaal. Oké. Een andere mooie technische vraag, dat is gericht op S/4HANA. Als je dus voor de technische move van ICC naar S/4HANA omgeving, er worden de migratietools gebruikt. Is dat net zo als dat deze bij SAP worden meegeleverd, net zo eenvoudig is als bijvoorbeeld bij een Windows upgrade die je zelf kan doen op de laptop? Ja, daar durf ik geen antwoord op te geven. Ik denk ja, een beetje dan. Ik zeker niet. Nee, precies, want dat is echt, dan heb je echt te maken met de uitrol van S/4HANA zelf. Ja. Dus dat durf ik. Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Dat zullen we beantwoorden. Wat is jullie ervaring? Nou, een deel is al besproken in de Lessons Learns. Dus tenzij je dat je nog een extra aanvulling wil geven. Ik begreep de vraag niet. Wat is jullie ervaring, wordt hier gevraagd, maar er is ook al heel veel verteld in Lessons Learned en The Next Step. Ja. Dus ik pak daar iets anders leuks voor uit. Even kijken hier. Even kijken, zat Corbion voor S/4HANA implementatie op SAP ECC of heel ander niet-SAP systeem? Nee, wij zaten op een niet-SAP systeem. Dus we doen een Global Greenfield S/4HANA implementatie. Oké. Ja. Die is mooi beantwoord. Dan had ik er nog ergens eentje, die was ergens was over Fiori. Even kijken, waar is die gebleven? Zoeken. Daar. Even kijken. Hebben jullie de bestaande autorisatierollen concept 1 op 1 overgenomen naar de Fiori implementatie?
Dus hebben jullie de bestaande autorisatierollen, het concept, één op één overgenomen naar de Fiori-implementatie? Nou, niet één op één. Misschien wel voor een heel groot deel. Maar we hebben een aparte subgroep die zich bezig heeft gehouden met alle autorisatie. En daar is een apart werkgroep voor opgericht om dat in goede banen te leiden. Het oude systeem of het huidige systeem laat ja, soms te veel vrijheid toe. Ik vertelde al, SAP is een mooi systeem, maar het vergt standaardisatie. Het vergt ook een betere kijk naar SOD-conflicten. KPMG, in ons geval, kijkt over onze schouder mee hoe we dit inrichten. Dus dit is wel een serieus ja, subwerkgroep geworden binnen het Q-programma. Misschien wel groter dan dat we oorspronkelijk verwacht hadden dat het zou worden. En aan de grond van die autorisaties, daar koppelen we dan weer het trainingsmateriaal aan. Ja, ja. Een andere vraag is hier, van kunnen jullie aangeven welk percentage van het projectbudget aan OCM is uitgegeven? Oeh. Ja, nou, dat is een strikvraag, denk ik, hè? Nou ja, niet zozeer een strikvraag. Ik zou dat niet weten of wat het percentage is. Ik ben begonnen bij Corbion in januari 2017. We zijn oktober 2017 met het Q-programma van start gegaan. 1 januari is ook de projectdirecteur begonnen. En met zijn tweeën ja, zijn we dit project gestart door eerst te gaan staffen en verder alles uit te breiden. Wat ik zeg, OCM zit vanaf dag 1 aan tafel. Ik zit ook in de stuurgroep van het Q-programma. Nogmaals, ik ervaar niet zozeer weerstand ten aanzien van de verandering. Ik ervaar wel zorg over de verandering. En die zorg moet je wegnemen, die moet je managen. En dat doen we door heel veel ja, aandacht te geven. Wij zijn wel binnen Corbion van de hands-on mentaliteit. Dus ja, ik heb de goed bedoelde consultants over de vloer gehad die een boekenkast aan change management boeken volschrijven. Maar binnen Corbion is het dan al snel van, ja prima, maar wat gaan we nu doen? Dus we maken dat wel heel concreet door surveys uit te rollen. In het verleden, ja dat is nu met de coronacrisis, is dit echt een hindernis. In het verleden ook door heel veel de locaties te bezoeken. En ja, we zitten nu in Nederland met de rollout. Nou, daar komen we met COVID nog wel eind weg. Spanje kunnen we denk ik met lokale consultants on the ground doen. Maar als wij nog meer restricties gaan tegenkomen met de coronacrisis, dan gaat ons dat wel echt in de weg staan. Dat is wel een zorg die we hebben. Ja. De willingness om te veranderen, meten jullie dat ook? Kijk, ja. Jullie kunnen natuurlijk ook zien van, oké, we hebben het daar al gedaan. En dan zie je natuurlijk het enthousiasme. Maar jullie kijken ook weer eventjes terug van review van oké, hoe is de situatie? En daarvan leren jullie natuurlijk ook weer voordat je de volgende stap zet. Absoluut. Dus we doen eigenlijk een drietal meetmomenten. We doen zeg maar zo'n beetje 3 maanden voor go live een soort nulmeting. Hoe staan we ervoor? Dan doen we na de end-user training doen we er weer een meetmoment. En we doen na de go-live een eindmoment. En wat we recentelijk overeen zijn gekomen met de organisatie in Thailand en Singapore. Dat we nu ook nog weer eens een meetmoment doen 1 jaar na go-live. Dat werd in Thailand heel leuk met taart gevierd. Dus dat is goede nieuws. Maar ik wil ook nog wel eens een keer echt data-driven meten. Van hoe gaat het nu echt? En wat kan ik ervan leren voor mijn volgende go-lives? Yes. Kijk, dan deze komt ook al. Ja, dat is ook een beetje hetzelfde van wat doet Corbion om voldoende key users te krijgen en te behouden? Nou, dat is wel een interessant punt eigenlijk. Het goede nieuws is, het gaat bedrijfseconomisch heel goed met Corbion. We zijn een groeiende organisatie. Al onze fabrieken zijn uitverkocht.
Maar dat is eigenlijk voor het Q-project, hoe gek het ook klinkt, wat minder goed nieuws. Want dat betekent dat iedereen heel druk bezet is. En we zijn daar in een vroeg stadium, hebben wij key users geïdentificeerd, die ons ook hebben geholpen in de configuratieperiode. Dus in alle contraien, Brazilië, Thailand, Amerika, Europa. En dan is de geëigende vraag van de managers van die mensen, is, ja, maar hoeveel tijd is dat dan? Nou, dat hebben wij ingeschat op 20% van hun tijd, 1 dag in de week. Maar dat is een gemiddelde. En wat we gedaan hebben, wat we nog steeds doen, bij elke bijeenkomst hebben we een online voting tool. En ergens in die online voting tool, over welk onderwerp die dan ook gaat, verstop ik altijd de vraag van, hoe is tot nu toe je tijdenbesteding? En daarmee meten we, en de uitkomst daarvan is, dat die 20% per key user komt wel goed uit. Natuurlijk zit een beetje pieken en dalen, maar grosso modo klopt die wel. Nou, en die koppelen we weer terug in de stuurgroep. Zo van, ja, het is een extra belasting voor onze mensen, uiteraard. We gaan niet elk jaar live met SAP, dus het is van tijdelijke aard. En kijk, de tijdsbesteding is nog in datgene wat we ooit bedacht hebben. Neem niet weg hoor dat ik soms ook wel verhitte discussies heb in de organisatie over de tijdbesteding van de key users. Dat mag ik niet ontkennen. Want hoe krijg je die dan bijvoorbeeld, dus de volgende vraag meteen bovenop, van de business process champions, hè, dus de key users, vrijgemaakt van de dagelijkse lijnwerkzaamheden. Dus nou, ja, dit is ook weer een beetje cultuur binnen Corbion. We leggen heel goed uit dat we niet elk jaar live gaan met SAP. Dus het komt wel een beetje on top of bij je huidige takenpakket. Dat is niet anders. Daar waar dat echt niet past, en dat zijn een beperkt aantal afdelingen, daar hebben we backfills georganiseerd door tijdelijk mensen aan te nemen. Ja, ja, precies wat jullie al zeiden van de outsourcen. Dat is dan mogelijk op bepaalde locaties waar dat nodig is. En ook in verband nu met corona, dat je zegt van oké, we moeten het met de locals daar doen, on-site. Ja, maar ook bijvoorbeeld als het een hele kleine afdeling betreft. Hè, bijvoorbeeld een logistieke planningsafdeling. Ja, die is op onze fabriekslocatie in Gorinchem, die is niet heel groot, maar daar zit wel een hele cruciale key user. Ja, daarvan kan ik niet tegen die man zeggen van, nou, dit moet je er maar even bij gaan doen. Dus daar hebben we in een vroeg tijdsbestek, hebben we daar een interim manager ernaast gezet om hem vrij te spelen. De volgende implementatie, hè, de volgende stap is dus, je gaf al aan van Amerika, van de oostkust naar de westkust of de andere kant op. Ja. Hoe zie je het op het moment, even richting de verkiezingen, als we die erbij pakken? Ja, ik maak me privé druk om de verkiezingen, maar niet in de context van... Ons hoofdkantoor Amerika staat in Kansas en daar moet je zeker geen grap over Trump maken. Ja. Ja. Perfect. We zitten mooi in de tijd. Henk, heb jij nog vragen aan jouw kant? Nee, ik had met name nog een vraag over de onderhoudbaarheid, want het lijkt allemaal vrij omvangrijk. En ik moet zeggen dat met name door de technologie die gebruikt wordt, is zeg maar, onderhoud heb je altijd. Want dat is nou eenmaal het gevolg van wijzigingen. Maar op het moment dat dat goed ondersteund wordt door het systeem, dat je niet alles opnieuw moet doen, is dat beheersbaar. Kijk, je kunt een individuele stap heel makkelijk maken en verandert. Zou ineens de schermen veranderen, dan hebben we een hele techniek van re-recording, waardoor zeg maar. Je opnames automatisch de nieuwe schermen pakken. Dus op die manier, dat zijn functionaliteiten die met name het onderhoud sterk vereenvoudigen vergeleken met de traditionele materialen waar je screen recordings doet of zelfs het materiaal in Word moet maken. Ja. De techniek gaat natuurlijk ook goed in op het moment. Sorry?
De techniek, hè, zo ook, zoals we nu ook allemaal online dit kunnen volgen, is ook iets van de laatste tijd dat we dit kunnen doen. En dat is ook natuurlijk voor in het buitenland ook met trainingsmateriaal delen, is ook dat het meehelpt. Dat is sneller dan dat je dus elke keer op en neer moet vliegen van jongens, we kunnen het niet doen. Ja, absoluut. Ik heb geen verdere vragen rollen hier binnen. We zitten ook binnen de tijd. Ik wil jullie danken, Henk en Jaap, voor de duidelijke presentatie. En ook wat mij opvalt is ook de mooie match met TDS en Corbion. Van het moet ook elke keer aanvullen. Kijk, Corbion is het bedrijf en dan moet het uitgevoerd worden. En ook dat het dus ook dit systeem werkt en ook de hele processen beschreven worden. En ook met wat jullie daar op de plekken leren, dat jullie weer meenemen om door te gaan bij een ander, de implementatie. En dat is ook dan weer interessant voor, laten we zeggen, de luisteraars, de leden, die dus hier ook weer van kunnen leren. Dank jullie wel voor het delen hiervan. Heel graag gedaan. Oké, een fijne dag verder en hopelijk tot de volgende keer. Oké, tot ziens. Tot ziens. Dankjewel. Dag. Dag.